Voorzitter, voor het eerst voeren we een begrotingsdebat met de minister van Klimaat. Dat is een historisch feit. De minister van Economische Zaken en Klimaat. En we hebben bij de kostbare operatie om het ministerie van V en J om te dopen naar J en V gezien dat dit kabinet grote waarde hecht aan de volgorde van de namen met de belangrijkste voorop. Immers justitie als basis voor veiligheid. Dus economie als basis voor het klimaat. En dat, voorzitter, is het probleem van dit kabinet in een notendop. Of gaat de minister ons vertellen dat het niet zo is? Voorzitter, de klimaatminister heeft een uitdagende klus te klaren. Alle sectoren en departementen moeten bijdragen om de klimaatdoelen te halen. Bewindspersonen zullen dus bij de les moeten worden gehouden. En dus uit de klauwen moeten worden getrokken van lobbyclubs en bedrijfsleven. Heeft de minister doorzettingsmacht om door te pakken? Of is hij tandeloos, maar wel sympathiek? Visitekaartje. Graag eigenlijk een bevoegdhedenomschrijving. D66 en de SP vroegen daar ook al om. Onze economie is nu per saldo grotendeels op een onduurzame wijze georganiseerd. En als we vasthouden aan de huidige modeleconomie, het huidige model, economie boven klimaat, helpen we de planeet om zeep, zegt onder andere Kate Raworth. Kent u die? Is de minister daarmee bekend? En is het de minister daarmee eens? Het kabinet en net de VVD hebben we ook dat zien doen, pronkt graag in dit verband met onze positie op internationale ranglijsten, zoals op het gebied van concurrentie en op het gebied van innovatie. Maar dan moet je ook weten dat onze manier van leven 3,7 aardbollen vergt. Zeggen dat je innovatief bent terwijl je dat nodig hebt, voorzitter, is in onze ogen een ouderwetse, achterhaalde invulling van het begrip innovatie. Het is betekenisloos. En bovenaan concurrentielijstjes staan, terwijl je 3,7 wereldbollen verbruikt, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als de schaatswedstrijd winnen met doping. En daar ook nog een keer trots op zijn. Voorzitter, de manier waarop we nu kijken naar begrippen als innovatie en concurrentie is achterhaald, misplaatst en zet ons op het verkeerde spoor. We kijken naar de verkeerde lijstjes. Graag een reflectie van de minister. Voorzitter, op de klimaattop in Bonn zag ik de minister goede sier maken met de aankondiging dat Nederland zich in Europa hard zal maken voor het verhogen van de Europese reductiedoelstellingen naar 55%. Vanzelfsprekend juichen we dat hartstikke toe. Echt. Echter. En ook wel heel mooi dat de minister dat met ons eens is. Als we kijken aan wat er aan plannen aan tafel ligt, is het nog verre van een gelopen race. Daar zijn we het over eens, dat heeft hij ook gezegd. Ons koolstofbudget raakt immers in hoog tempo op, terwijl de daling van CO2 veel te langzaam verloopt. En het is wel bijzonder dat de minister focust zich dus op maatregelen die niet morgen kunnen worden ingevoerd, maar pas op langere termijn, terwijl de maatregelen die hij op korte termijn wel kan invoeren, niet doet. Dat is een hele bijzondere tegenstelling. In steeds meer landen vinden dan ook inmiddels klimaatrechtszaken plaats. In Ierland, België, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Zwitserland, Nederland. Van bezorgde burgers die naar de rechter stappen omdat het klimaatbeleid van hun overheid onvoldoende is om hun leefomgeving te beschermen. Dat is een schending van de mensenrechten. In dit kader zullen we ook blijven wedijveren voor de strijd voor internationale wetgeving om ecocide, dat is het grootschalig vernietigen van de leefomgeving, strafbaar te stellen. En onze vraag is, gaat de minister ons daarbij helpen? Immers, het oude adagium wat dit kabinet aanhangt, dat bij een sterke markt hoort een zo klein mogelijke overheid, dat is achterhaald. Het is eigenlijk, hoe sterker de markt, hoe sterker ook de overheid moet zijn. En dat is het nieuwe hoopgevende verhaal. Hoe sterker de markt, prima, hoe sterker de overheid moet zijn. Want de overheid, voorzitter, heeft jarenlang het beleid uit handen gegeven aan grote bedrijven en vervuilende sectoren. In de documentaire Beerput Nederland was er sprake van veroordeelde milieucriminelen die mee mogen schrijven aan het beleid. Dit is hoe ver we het hebben laten komen. Structurele misstanden. Het is de taak van de Kamer om te controleren hoe het daarmee staat. We weten dat daar een brief over komt. De reden dat we het overigens hier aankondigen, dat we het hierover hebben, is omdat het gaat om economische delicten. En wat ons betreft moet het tot de bodem worden uitgezocht. En we kondigen ook een motie aan voor een parlementair onderzoek naar deze zaken. Te meer omdat deze gang van zaken niet op zichzelf lijken te staan. We wijzen de minister graag ter illustratie op twee sectoren die blinde focus op economische groei hebben gehad en zijn uitgegroeid tot allesverslindende monsters. Twee sectoren die ervoor zorgen dat ons koolstofbudget als sneeuw voor de zon verdwijnt. Twee keer raden, de luchtvaart en de landbouw.
Voorzitter, Schiphol en de KLM hebben de ruimte gekregen om de luchthaven Schiphol te laten uitgroeien tot de uit zijn voegen barstende luchthaven die het nu is. Door aanpassing op aanpassing te doen, stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat veiligheid rond luchthavens serieus op het spel staat. Dat is niet niks. En er worden volop voorbereidingen getroffen om boven de 500.000 te gaan. En terwijl dat rapport, waar ik op doel, bij 480 vliegtuigbewegingen geschreven is. Economie boven andere belangen. En de verwachte groei van de luchtvaart, en zo komen we weer op klimaat, de verwachte groei van luchtvaart, dat gaat het halen van de klimaatdoelen onmogelijk maken. Luidde de conclusie van Paul Peters van TU Delft. Geen enkele technische of financiële maatregel gaat dit compenseren. En wat is het beleid dat dit kabinet voert? Doorgaan. Groei, groei, groei. En een krimp is nodig. Met andere woorden, willen je de klimaatdoelen halen, dan moet het aantal vliegbewegingen, 300.000 vliegbewegingen werd gesuggereerd. We horen graag hoe de minister dit ter hand gaat nemen en overwegen een motie op dit punt. Aantal vliegbewegingen, 300.000 terug te brengen. En dan de landbouw. Lobbyisten van vee- en vleesindustrie schrijven al jarenlang mee met het landbouwbeleid. Dat is eigenlijk geen geheim. En precies 10 jaar geleden bracht ons wetenschappelijk bureau de documentaire Meet the Truth uit. En sinds 2007 zijn er nog vele rapporten uitgekomen waaruit blijkt dat de veehouderij een van de grootste vervuilers ter wereld is. Om de klimaatdoelen te halen moet het aantal dieren flink verminderen. En deze week constateerde de financiële denktank FAIR dat een heffing op vlees onvermijdelijk is. Onvermijdelijk gezien de bijdrage van de sector aan klimaatverandering en volksgezondheidsproblemen. En wat is het beleid dat dit kabinet heeft aangekondigd? De uitstoot van landbouw moet louter met technische maatregelen worden aangepakt. De Sociaal-Economische Raad schreef hierover: in de afgelopen jaren is een veelheid aan initiatieven genomen om de problemen aan te pakken en de verduurzaming op gang te brengen. Tot echte doorbraken heeft dit nog niet geleid. En nu komt het. Bij het berekenen van de effecten van mogelijke maatregelen voor het behalen van de klimaatdoelen kreeg het PBL de expliciete opdracht mee om niet te kijken, nou net niet te kijken, naar volumemaatregelen in de veehouderij of naar transitie in gedrag, in consumptie en transport. Dus niet naar de vliegtuigindustrie. De verkleining van de veestapel en de impact van vliegen lijkt dus vooraf voor taboe verklaard. Dat de bewindslieden even overleggen over dit inzicht. Dank. Voorzitter, het lijkt erop dat sommige departementen proberen rapporten te veranderen als ze gemaakt zijn. Hier gebeurt dat vooraf al, zo lijkt het. En dat heet matchfixing. En is de minister bereid om het PBL opnieuw te laten kijken naar deze effecten, is de vraag. Voorzitter, als we doorgaan op de oude weg, hebben we nog voor 4 jaar te gaan voordat ons koolstofbudget hebben verbruikt. Maar maatregelen die zullen leiden tot een substantiële emissiereductie worden ofwel terzijde geschoven, ofwel pas ingevoerd na deze kabinetsperiode. En we moeten nu aan de slag om te voorkomen dat we wederom de gestelde doelen niet behalen. Zeker als we gaan tot de door iedereen, ook door ons, toegejuichte 55% reductie. De eerste stappen, dat is het mooie, kunnen we vandaag zetten. Ik noem u 3. Door het maken van een plan voor de inkrimping van de luchtvaart en de inkrimping van de veestapel, een vliegtaks en een vleestaks. Door het instellen van standaard vegetarische menukaart bij overheidsinstellingen, waarbij moet worden gevraagd om een gerecht van vlees. Dus geen vlees is de norm en vlees is de uitzondering. En 3, door overheidssubsidies, en we hadden het daar al net over, overheidsstimuleringsfondsen voor topsectoren en subsidies in het algemeen, enkel open te stellen voor duurzame projecten die niet schadelijk zijn voor mens, dier en natuur. Door het adagium te omarmen, we doen iets duurzaam of we doen het niet. Want we willen niet dat deze minister de nieuwe koning van Paaseiland wordt. Voorzitter, dank u wel.